Ja jongens, leuk jullie kijken naar een nieuwe video, maar ik wil gelijk eventjes beginnen met... Ik begin het moeilijk te vinden. Ik heb er meer moeite mee, zeg maar, nu merk ik dan de voorgaande weken. En het gaat lekker, ik ben nog steeds echt gewoon aan het afvallen. Mijn vetpercentage gaat nog steeds echt goed naar beneden, maar... Ik merk gewoon dat ik in de loop van de tijd gewoon steeds meer het gevoel heb van ik vind het lastig om een keer een biertje over te slaan. Ik vind het lastig om een keer te denken van ik moet op mijn eten letten. En ik merk gewoon dat ik gewoon denk van is het wel genoeg? En ik denk dat dat gewoon heel erg komt door sowieso überhaupt het sporten, dat je nooit genoeg hebt. Maar ik heb nu gewoon heel erg het gevoel van ik heb niet heel lang meer te gaan. Ik heb volgens mij nu nog deze week... En volgende week, misschien nog een derde week, ik weet het niet zeker. Maar ik weet niet of het genoeg is. Ik weet niet of dit is wat mijn doel was. Ik ben, en ik wil het niet verkeerd zeggen, want ik vind zelf ook dat ik echt goed bezig ben. En ik ben ook wel blij. Maar ik weet niet, het is zo dubbel jongens. Ik weet niet, ik zit een heel gek, ik heb een heel gek gevoel. En ik praat nu ook zo in de camera tegen jullie, want ik heb ook gewoon heel weinig gefilmd. Van het sporten deze week. Maar ik wilde toch gewoon echt een aflevering online gooien van Kratje naar Sixpack. Omdat het is wel gewoon belangrijk dat jullie ook gewoon weten dat bijvoorbeeld nu deze week dat ik ook echt bijna niks heb gefilmd van sporten. Dat ik het gewoon lastig vind. Ik merk dat het sporten gaat goed, maar het is moeizaam. Het is nu veel, het is zwaar. Ik heb weinig energie. Doordat ik weinig koolhydraten eet. En bijvoorbeeld zo'n dag als gisteren. Gisteren was ik met Gio en Ricardo. En toen gingen we uit eten. En op dat moment ga ik uit eten. En dan zit ik de hele tijd met het gevoel van... Ja shit, ik wil eigenlijk ook wel even een wijntje. Of ik wil eigenlijk ook gewoon kunnen eten wat ik wil. En je moet toch... Hou je er rekening mee van... Ja shit, hier zit dan weer saus overheen. En dit is dan ook weer niet goed. En ik merk gewoon dat ik het echt steeds moeilijker ga vinden. En nu tegen het einde aan is het zo belangrijk... Dat ik gewoon nu even consistent blijf... Gewoon opletten op mijn eten. En gewoon blijf doorknallen met het sporten. En gewoon... Ik moet gewoon blijven gaan. Anders gaat het gewoon niet lukken. Ik heb 2 weken de tijd. Ik moet nu nog knallen. Wil ik gewoon het resultaat halen wat ik voor ogen had. Dus ik wilde dat even tegen jullie zeggen. En want ja, dit is natuurlijk ook een, ja, hoe zeg je dat? Er gaat dan meer een dalletje, zeg maar, in dit hele traject. En zoals ik vorige keer zei, ik had 16% vet en ik wil naar 10% vet. Dus ik moet dan vanaf dat moment in 3 weken 6% vet kwijtraken. En dat is gewoon niet makkelijk. Het is gewoon echt niet makkelijk. En je moet er gewoon veel voor over hebben, veel voor doen om het te halen. En ik merk gewoon dat ik dat nu even mentaal ook, dat ik dat denk van... Shit, ik wil het heel graag, maar het wordt steeds moeilijker. Ja, het is ook heel gek en dat zei ik net ook al van. Ik heb heel weinig gefilmd deze week ook van het sporten. Omdat ik gewoon in mijn hoofd heel erg bezig was van... Oké, ik moet het nu fixen, En ik was minder bezig met echt gewoon, zeg maar, de serie maken. Ik dacht van, oké, ik moet dit filmen, dit moet mooi filmen. Ik dacht echt van, oké, ik moet het nu gewoon echt zelf gaan fixen. Dus vandaar een veel kortere video. Maar ik dacht, ik wil toch even iets uploaden. Om gewoon te vertellen wat de situatie momenteel is. En dan weten jullie ook gewoon een beetje hoe en wat. Maar goed, deze week moet ik zeggen, ik heb wel weer goed getraind. Ik heb maandag getraind, ik heb dinsdag getraind. Het is momenteel woensdag. Ik ga morgen. Ik ga donderdag nog trainen en vrijdag ook weer behidden. Dus ik ga gewoon weer echt filmen in de volgende aflevering. Wordt echt super leuk weer, want ik ga eigenlijk iets heel erg leuks doen. Maar dat ga ik nog niet vertellen. Maar deze video was helaas... Ik heb eigenlijk alleen maar voor de camera gestaan en tegen jullie gepraat. Dus bij deze ook sorry dat ik niet zoveel heb gefilmd. Sorry dat ik niet heb laten zien wat ik heb getraind, hoe ik heb gegeten en al die andere dingen. Maar ik heb gewoon even momenteel dat ik dacht van, ik moet het gewoon doen. En ik was gewoon helemaal vergeten dat ik gewoon überhaupt een serie erover maak. Omdat ik nu zo erg gedreven ben om het te doen, maar het wordt wel steeds lastiger. Ik ben nu de video aan het editen. Alleen het gekke is, mijn microfoon die valt opeens gewoon heel langzaam weg. En dan hoor je bijna geen geluid meer. Maar goed, ik wil het afsluiten. En ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Hij was heel kort, het was meer eigenlijk gewoon even een praatje, een update. Maar alsnog, vond je nou een leuke video? Laat dan een blauw duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. En dan spreek ik jullie later.